Goedemiddag, we staan nu op Sportpark de Toekomst in het, een van de belangrijkste onderdelen, het wasgedeelte. Er worden alle shirts, alle kleding wordt daar gewassen vanaf de F1 tot en met het eerste elftal. Even terugkomen op het paasweekend, buiten de paasei was natuurlijk een heel goed weekend voor Ajax. We gaan door voor de 33e speelronde van deze competitie. En we beginnen eigenlijk als eerste. We halen even de nieuwe balletjes uit de wasdroger. Met als de eerste wedstrijd NEC Roda. Dat wordt een 1. Even het knopje. Deurtje weer open. Met de balletjes weer goed rollen. Twente Willem II. Nou, Twente natuurlijk gaat ook voor het kampioen. Net als Ajax. Thuisspelend. Willem II onderaan het goede resultaat gehaald. Maar ik denk toch dat Twente wint. Twente Willem II wordt ook een 1. Gaan we even goed de balletjes laten rollen. Voor het derde balletje. Excelsior Utrecht, wederom gok ik op een 1. De vierde wedstrijd. ADO Groningen. Nou, ADO, ja, wederom gok ik toch dat ADO wint onder John van de Brom. Wederom een 1. VVV tegen Feyenoord. Nou, Feyenoord van de week natuurlijk een fantastisch resultaat tegen PSV. Ik denk dat het een 2 wordt. De topper van de week, Heerenveen Ajax. Nou, ik denk Ajax in doen natuurlijk dat ze alles in eigen hand willen houden. Dus ik ga ervoor dat we een 2. Heerenveen Ajax wordt een 2. NAC Heracles wordt een 3. AZ Graafschap, ik ga voor een 1. AZ Graafschap wordt een 1. Nou, PSV Vitesse, ik ga toch voor een 1. PSV Vitesse wordt een 1. Dit waren de wedstrijden voor speelronde 33. Ik wens u heel veel succes met uw favoriete ploeg. En een goed weekend toegewenst namens Ajax.